Goedemorgen, je kijkt naar het weerbericht van Weerplaza van vrijdag 1 juni. Vanochtend is er vooral in de noordelijke helft van het land plaatselijk dichte mist die in de loop van de ochtend op zal lossen. In Limburg vallen flinke buien met onweer en later in de ochtend bereiken deze buien ook het oosten van het land. De temperatuur loopt vanmiddag op naar 21 tot lokaal 27 graden en er vallen verspreid regen en onweersbuien, waarbij ook weer kans is op wateroverlast. De zwaarste buien worden in het oosten en noordoosten verwacht. Vanavond neemt de buienactiviteit af en de minima vannacht liggen dus rond de 14 of 15 graden. Morgen is er vrij veel bewolking en het wordt minder warm dan vandaag met maxima tussen 18 graden aan zee en 22 graden in het binnenland. In het noorden en ook verder landinwaarts ontstaan er weer buien en hierbij kan mogelijk ook weer onweer voorkomen. Zondag verandert er weinig aan het weer. Er is opnieuw kans op buien bij temperaturen tussen de 20 en 24 graden. Na het weekend gaat er wel wat veranderen, want het blijft al zo goed als droog en we gaan de zon vaker zien. Geleidelijk gaan de temperaturen ook ietsje omhoog. Ik ben Hanneke Luiting van Weerplaza.